Gemert OSS 20, dat was de wedstrijd in de na-competitie hoofdklasse B voor een plaats in de topklasse. Het is de laatste wedstrijd van deze na-competitie. Dosco is uitgeschakeld, het speelde gelijk tegen Gemert. En het verloor van OSS 20, beide trainers en hun assistenten praten even met elkaar bij voor deze wedstrijd. De reserves van Gemert en de geblesseerden van op de bank. Veel toeschouwers uit Os waren aanwezig op Sportpark Molenbroek, dat deze middag omzoomd zou worden door een kleine 1000 man. En de wedstrijd stond onder leiding voor scheidsrechter Ten Horn. En Steur en Kees Zoglu waren de assistenten. Vierde officieel was de heer Kok. Gemer deed het met Sven van Ommeren in het doel. Toe van Kotja, Davy Vermeulen, de aanvoerder van de jeugd A1, maakt zijn debuut. En Mark van Dijk en Jens Leijten die vormen dan de rest van de achterhoede. Joost Habraken, Bart van Berlo en Patrick Philippaar die vormen het middenveld. Jury van Brussel, Thijs van Pol en Jasper Lalizang die hebben dan de kans om de voorhoede te vormen. En dat hield in dat Vincent Buijs en Kees Brugmans na een heel lang seizoen even rust krijgen deze zondag. Os 20 deed het met Rick van der Leest in het doel. Martijn Kuipers, Jury Koel, Joris Razenberg, Martijn van der Zanden in de achterhoede. Luc van Dijk, Richard van der Venne, Carlo Nelis in de voorhoede. Ferdy van Dijk, Tony de Groot en Bob van Lid. Dat waren de 22 spelers die deze middag onder leiding van scheidsrechter Ten Horen de wedstrijd naar een goed einde moest zien te krijgen. De eerste plaagstootjes werden al vrij snel uitgedeeld, zowel door Gemert als door OSS 20. Er zou zich zeker in de eerste helft een leuke wedstrijd ontspannen. Twee goed voetballende ploegen. En kantjes kregen ze over en weer. En hier is het een prachtig schot van Lalizang en wordt even prachtig gestopt door Rick van der Leest, de doelman van OSS 20. Maar de voorhoede van OSS 20, die zijn gevaarlijk. Ferdy van den Berg, die loopt daar aan de linkerkant iedereen voorbij. Legt die bal netjes pand klaar, maar dan wordt de bal maar half geraakt. En dan gaat het voorbij. Dan wordt Mark van Dijk nog eventjes geduld. En dan uiteindelijk levert het een corner op. En daar staat Sven van Ommer op de kopbal van Jury Koel. Nogmaals, het was een hele leuke wedstrijd tussen twee ploegen. OSS 20 had dan een gelijkspel genoeg. En hier ontsnapt Gemert op de inzet van Ferdy van den Berg. Is het toe van Kotja die komend seizoen in Os speelt. Maar dan bij FC Os die de bal van de lijn haalt. Vrije trap dan, die uiteindelijk naastgeschoten wordt door Richard van der Venne. En dan is het weer Gemert. Ja, wel geen penalty. Heel Gemert schreeuwt natuurlijk om een penalty. Maar scheidsrechter Ten Horen die legt de bal niet op de stip. Hij was niet altijd even gelukkig met zijn beslissingen deze middag. En hier wordt dan Tony de Groot weggestuurd. Maar ja, hij komt natuurlijk wel Davy Vermeulen tegen. En die trekt hij dan maar onderuit. En Davy Vermeulen maakt dus zijn debuut in zo'n belangrijke wedstrijd. Jeugdspeler, aanvoerder van de A1. En hij maakte een prachtig debuut. Speelde een sterke wedstrijd. Toe van Kotja. Die vertoont zijn kunsten. Hij gaat daar het gebied binnen. Ja, wel geen overtreding. Nee, gewoon doorgaan. Het is natuurlijk een mannensport. Maar nogmaals, niet alle beslissingen van scheidsrechter Ten Horn werd door iedereen goed bevonden. Maar het ging gelijk op in die eerste helft. Kansjes waren er voor beide doelen. Maar vooralsnog staat de score 0-0. En dat houdt in dat bij deze stand OSS 20 een ronde verder is. Gemert wilde natuurlijk niet in de val lopen waar het een aantal weken geleden in liep in de thuiswedstrijd. En hier verliest Sven van Ommeren weer de bal. Maar dan wordt die bal hopeloos hoog over het doel geschoten van Gemert. Toen verloor Gemert de thuiswedstrijd met 0-3. En een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Hoofdklasse B, Bertje de mascotte. Die ook volgend jaar weer op Sportpark Molenbroek te zien zal zijn. Want Gemert moest natuurlijk scoren in die tweede helft. En vroeg of laat moeten ze alles op de aanval gaan gooien. Moet de druk groter worden op het doel van OSS 20. En de risico's lopen dat je er dan maar in loopt. Hier een hele ongelukkige botsing. Jens Leijten schiet de bal weg in het gezicht van een OSS-speler. Maar raakt daarbij zelf geblesseerd. En zal uiteindelijk het veld moeten verlaten. En wordt vervangen door Ronnie van der Elzen. En langzamerhand kreeg Gemert de overhand. En ging ook de kopsterke Davy Vermeulen zich met de aanval bemoeien. Bart van Berlo daar in de hoek samen met Joost Habraken.
Toe van Kortja, prachtige beweging en dan wordt hij onderuit gehaald. Vrije trap voor Gemert. Patrick Philippard gaat die bal nemen. Het speelt zijn laatste wedstrijd in het shirt van Gemert. Zullen volgend jaar bij UD19. En wat Gemert ook probeerde, Rick van der Leest werd niet echt in verlegenheid gebracht. Joost Habraken dan, in de hoek, twee man. Probeert die bal voor te krijgen, wordt hij echt een beetje slecht weggewerkt. Wordt opgevangen daardoor door Gemert, Davy Vermeulen. Toe van Kortja, die ziet dan dat Joost Habraken is blijven staan. En Joost Habraken denkt, laat ik hem nou maar eens goed voorgooien. Dat doet hij ook, Thijs van Pol tegen de lat. En daar staat hij dan, Jurie van Brussel. Zijn 1-0 is een feit. Goeie voorzet, goed ingekopt tegen de lat. Ja, en dan is doelman van der Leest dit keer wel kansloos. Jurie van Brussel scoort de 1-0. En bij deze stand is het weer Gemert wat verder gaat. Maar zoals we weten van de laatste weken, OSS 20 heeft een hele goede voetballende ploeg. En die zullen er ongetwijfeld niet bij neerleggen en proberen alles om die gelijkmaker achter doelman Sven van Ommeren te krijgen. Daar had Joost Habraken geblesseerd. Er waren wat links en rechts wat irritaties, maar die krijg je in dit soort wedstrijden. En hier krijgt een Gemert-speler een trap, laat de scheidsrechter doorgaan. En tot ieder stomme verbazing gaat hij zo meteen affluiten. Waarom, dat weet dan niemand. Maar OS 20 werd steeds gevaarlijker voor het doel van Sven van Ommeren. Maar vooralsnog was hij degene die heerste in zijn eigen strafschopgebied. 1-2 daar met Thijs van Pol. De bal wordt er goed voor gegooid. Maar ook goed gepakt door doelman van der Leest. Patrick Philippard, Bart van Berlo. En die stuurt dan Joost Habraken de hoek in. Die omspeelt de doelman, maar krijgt die bal niet helemaal lekker voor. De bal gaat over de deklat. En dan is het aan de andere kant OS 20. Ja, die bal die moet dan nog weggewerkt worden. Met vereende krachten verdwijnt hij ook uit het strafschopgebied weer. En voor Gemert was het gewoon weg dan. Patrick Philippard, zijn laatste minuten. Hij wordt vervangen door Vincent Buijsen. Hij is er zelf niet mee eens, maar dat moet je ook niet zijn als voetballer. Hier laat de scheidsrechter rustig doorspelen. Ronnie van der Elzen mag dan doorgaan. En het voordeel van Gemert? Ja, dan plotseling fluit die scheidsrechter opnieuw af. En opnieuw weet niemand waarom dat hij affluit. En een scrimmage voor het doel van Gemert, wordt hij half weggewerkt. Komt die bal dan nog een keer voor het doel. Dan gaat hij naar de achterlijn, wordt daar voorgegooid, weggekopt door Jurie van Brussel. Wordt daardoor Lalissang verkeerd beoordeeld. En dan is het een prachtig doelpunt van Luc van Dijk. Via de rug van Ronnie van der Elzen zeilt hij over doelman Sven van Ommeren. En dan is het 1-1. Ja, en bij deze stand is het weer OSS 20 wat verder gaat. En we zitten al tegen de blessuretijd aan. Maar liefst 6 minuten zou scheidsrechter Ten Horen erbij tellen. Natuurlijk probeert Gemert nog Vaarbang te gaan spelen. En is het natuurlijk ook de nummer 11 Bob van Lid die zijn kunsten vertoont en zo lang mogelijk in balbezit probeert te blijven. Sven van Ommeren, ja, ik kan maar één ding, bal naar voren. Bart van Berlo, alles gaat naar voren toe, alle hands on deck. En Bart van Berlo gooit die bal hoog voor het doel. Rick van der Leest probeert te komen, ook Van Pol komt en die bal gaat achter van der Leest. En dan is het 2-1, dacht je, maar scheidsrechter Ten Horen keurt de doelpunt af. En dan is het Mark van Dijk, pompen of verzuipen, alles naar voren toe. En dan maar kijken hoe hij goed valt. Hij viel bijna goed hier voor Vincent Buijsen. Maar doelman Rick van der Leest ligt in de juiste hoek. En hier laat zien, Davy Vermeulen is zien dat hij zeer zeker een hele goede wedstrijd speelt. Krijgt de bal weliswaar wat moeilijk weg. Maar Tony de Groot, die kan met die bal ook weinig uitrichten. Krijgen we nog een corner. Dan maar die bal weer hoog erin. Ja, en hier gaat die doelman wel heel lomp erin. Maar het mag allemaal doorgaan. Ja, de volgende situatie die door de scheidsrechter niet helemaal op waarde werd beoordeeld. Mark van Dijk, dat lijkt een doorgebroken speler. Hij houdt het echter bij een gele kaart. En natuurlijk gaat Tony de Groot zijn routine gebruiken. Dat doet hij dan lekker in de hoek. 1-1 is de eindstand. En dat houdt in dat voor Gemert het seizoen, het lange seizoen en het goede seizoen erop zit.
OSS 20 gaat door naar de halve finale. Die zullen donderdag aantreden tegen Vlissingen. En dan zondag nog een keer tegen Vlissingen. Maar dan mogen ze de lange reis maken. Wij spraken na afloop met Jurie van Brussel. Goed, het seizoen, het is heel lang het seizoen. Maar het zit erop. Ondanks een mooie goal van jou. Beschrijf de wedstrijd vandaag. Vanaf het begin wilden we hun opvangen. We wisten dat we sterk zijn in de counter als ze veel ruimte krijgen. Dus we wilden hun opvangen. En ik denk dat we eerst zelf heel goed stonden. Weinig weggegeven hebben. En de tweede helft maken we de 1-0. Nog steeds stonden we goed. Dan gaan we natuurlijk wat meer risico's nemen. En een beetje klungelig valt het doelpunt. Dus ja, ik denk niet verdiend. Ik denk dat wij meer verdiend hadden. Dus dat we aardig stonden, maar helaas. Als je jouw eerste seizoen kijkt, Begemert. Kijk eens terug op jouw eerste seizoen nou, want het is over en uit. Dus we kunnen even terugblikken naar jouw prestatie dit seizoen. Ja, ik denk dat ik wel tevreden kan zijn in mijn seizoen. Toch weer een stapje hoger. Toch wel een aantal doelpunten gemaakt. Belangrijke momenten, assisten. Dus uiteindelijk toch niks gehaald. Dus dat is wel jammer. Ik ben van mezelf wel tevreden over het seizoen. Ja. Wel stappen gemaakt. Puntjes die beter kunnen zijn er altijd. Maar, ja. Die zijn voor volgend jaar dan? Ja, zeker. We gaan maar werken. Succes. Ja, dankjewel. Het zit erop, assistent-trainer Tjapko Teube. De wedstrijd op zich. Ik denk dat de eerste helft gelijk opgaand was. Aan de weerskant toch wel wat kleine kansen, zonder echt hele grote kansen. Ik vond dat wij de tweede helft beduidend overwicht hadden. En dat we eigenlijk tot het moment dat we gelijk maakten, eigenlijk er geen veld in de lucht was. Ik bedoel, we kwamen op goede 1-0. En het zag er gewoon echt niet uit als we gingen scoren. Ze hadden totaal niks afgetrongen nog de tweede helft. Ja, en dan valt nu toch een hele ongelukkige situatie bij mij. Die denk ik in eerste instantie al één of twee keer eerder weggewerkt had moeten worden. En dan wordt hij nog een keer van richting veranderd. Waardoor Sven hem eigenlijk niet meer aan kan. Ja, en dan staat het dus 1-1 en dan is het eigenlijk klaar. Maar als je het seizoen terugkijkt, hè, het seizoen is nou over. We kunnen heel even terugblikken op het seizoen. 1-punt tweede, na competitie, toch eigenlijk wel geslaagd? Ja, het is wel geslaagd, maar uiteindelijk wil je natuurlijk voor het hoogste gaan. En dan hadden we graag nog gewoon de volgende ronde gespeeld met z'n allen. Als je voor het seizoen kijkt, dan zeg je van ja, oké, prima. Hè, als dit het resultaat is wat we nu gehaald hebben, dan ben je daar tevreden mee. Maar goed, op het moment dat je daarmee bezig bent, wil je toch zo hoog mogelijk eindigen. En dus wil je eigenlijk gewoon de volgende ronde halen. Dan ben je dan niet dat je zegt van in de competitie hebben het laten liggen? Ja, zonder meer. Zonder meer. Dat is dus een feit. Ik bedoel, we hebben een aantal wedstrijden. 2-2, hè, heel veel. We hebben een patent op 2-2 in de uitwedstrijden. Daar hebben we denk ik de competitie uiteindelijk uit handen gegeven. Dat klopt. En de cruciale wedstrijden thuis, Udi thuis, Os, ja. 6 punten weg. Ja, klopt. Maar goed, dan nog. Er waren een aantal uitwedstrijden, hè, top uit. Goed, er zijn een aantal te noemen die we eigenlijk gewoon simpel hadden kunnen winnen. En dan had je ook die wedstrijden thuis tegen Udi en top Os gewoon kunnen verliezen. Mogen verliezen ook. Goed, direct na de wedstrijd zal de teleurstelling ongetwijfeld groot zijn. Maar met tevreden blik terugkijkend op het seizoen. Absoluut, zonder meer. En de jongens valt ook niks te verwijten. We hebben een prima seizoen gedaan met z'n allen. En op naar het volgende seizoen. Bedankt. Oké, graag gedaan. Dank je.